Hoi hoi, welkom op een nieuwe video. Vandaag gaan we een super leuk belangrijk thema bespreken, namelijk hoe we meer liefde kunnen aantrekken en voelen in ons leven. Wij zijn allemaal mensen, we zijn allemaal helemaal wanhopig op zoek naar liefde, naar erkenning, naar verbondenheid. En vandaar dat dit zo'n belangrijk thema is dat ik vandaag met jullie ga bespreken. Dus hoe kunnen jullie in jullie dagelijkse leven meer liefde voelen en aantrekken? Voor degenen die mij nog niet kennen, mijn naam is Robin Schindelka en dit is een YouTube kanaal waar ik spiritualiteit en onze zoektocht naar geluk op een leuke toegankelijke manier bespreek. Dus als je hier meer in geïnteresseerd bent, ga gerust naar mijn andere video's kijken en abonneer als je meer van mijn video's wilt zien. Daar help je mij ook anderzijds heel hard mee. En op het einde van deze video, als je hem leuk vindt, mocht je hem zeker een like geven. Vandaag de vraag: hoe kunnen wij meer liefde aantrekken en voelen in ons dagelijkse leven? Eigenlijk is het heel simpel. Wij zijn als mens allemaal verbonden met elkaar. Dat is eigenlijk de kern van heel dit vraagstuk. En hoe meer we dat zien, hoe meer we dat voelen, hoe gemakkelijker het ook gaat zijn om liefde terug aan te trekken. Want als wij allemaal verbonden met elkaar zijn en we voelen dat, we weten dat de andere persoon eigenlijk net is zoals ik en hetzelfde bewustzijn heeft en dus ook zijn eigen problemen en zijn eigen struggles, maar ook gewoon menselijk is en met ons verbonden is, dan is het ook veel makkelijker om naar de andere persoon liefde te sturen. En dat is de kern van liefde ontvangen. Hoe meer liefde jij wilt krijgen, hoe meer liefde jij wilt ontvangen, hoe meer liefde je eigenlijk moet uitsturen. Want dat is een wisselwerking. Dat is hoe dat hele universum werkt. Alles is een soort wet van aantrekkingskracht. Er zijn allemaal spirituele wetten in werking. En hoe meer je van iets wilt, hoe meer je het eigenlijk moet uitsturen. Want als jij liefde geeft en uitstuurt, plaats jezelf op een vibratie waar het universum dan een gelijke voor gaat vinden, een match. En die match gaat dan zijn ook om liefde terug te sturen eigenlijk. De spirituele wet van succes van Deepak Chopra die hierbij past, is de wet van geven en nemen. Die eigenlijk zegt dat hoe meer we van iets willen, hoe meer we eigenlijk moeten geven. En dat is misschien fout geformuleerd. Eigenlijk moet het de andere richting zijn. Hoe meer je iets geeft, hoe meer je iets krijgt. Want als je het in de andere richting bekijkt, gaat je misschien geven met de intentie om terug te krijgen. En zo werkt het niet. Eigenlijk gaat het om een soort, in de eerste instantie, overvloed, dus iets kunnen geven vanuit volle overtuigingskracht en liefde. En dan de reactie daarop gaat zijn dat het universum u daar meer van gaat geven. En zo geldt het eigenlijk ook bij liefde. Je moet maar zo denken. Als je mijn persoon een vriendin of zo bent. Het is heel logisch dat als jij heel veel liefde naar die vriendin stuurt en zegt ik zie je graag en je spendeert daar tijd mee door en je geeft die complimentjes en je verwendt die, is het heel normaal dat je dat ook gaat terugkrijgen. Ook al wilt je dat niet per se, is dat niet de intentie waarom dat je die persoon liefde geeft. Het is heel logisch dat als je die persoon liefde geeft en warmte geeft en daar lief voor bent, dat je dat ook gaat teruggeven. En dat is niet alleen zo op persoonlijk vlak. Het universum beloont dat gedrag. Als jij veel liefde in heel het universum uitstuurt, als jij naar mensen rond je heen liefde stuurt, als jij zorgt voor natuur, voor dieren, als jij leeft vanuit een soort energie van liefde en een soort state of love eigenlijk en peace. Het universum gaat daarop reageren door u daar meer van te geven. Zo werkt het eigenlijk. Dat is ook wat de law van giving and receiving zegt en wat de wet van aantrekkingskracht zegt. Dus hoe meer liefde je eigenlijk wilt ontvangen, hoe meer je moet leven vanuit een staat van liefde voor anderen ook. Dus dat is eigenlijk de eerste kern van meer liefde ontvangen. En er zijn nog twee andere dingen waar ik nu ook op ga komen. En de laatste is super belangrijk, dus zeker blijven luisteren. Als je echt tot de kern wilt komen van hoe je heel gemakkelijk veel meer liefde en liefde kunt aantrekken en kunt voelen in je dagelijkse leven. Dan het tweede puntje, ja, eigenlijk concreet over romantische liefde. Dus we hebben allemaal een idee dat we een partner willen vinden, onze soulmate, die persoon die perfect bij ons past. En dat we daar naar op zoek willen gaan en dat we die persoon willen aantrekken. Maar nu ook bijvoorbeeld in tijden van corona, ik hoor van heel veel mensen die single zijn en op zoek zijn naar iemand om een partner te vinden, van waar vind je in hemelsnaam nog iemand? Want je kunt niet meer gaan feesten, je kunt niet meer op straat komen, mensen leren kennen. Dus mensen leven vaak zo van, hoe in hemelsnaam ga ik nu liefde aantrekken? Van, oké, ja, je kunt daar wel video's over maken en daarover nadenken, maar ergens anders, ik heb geen flauw idee. Maar dus daar is waar deze video ook om gaat. Hoe kunt jij je soulmate aantrekken? Eigenlijk een partner aantrekken die perfect bij je past en die je ja, die eigenlijk een wederzijds balans kan creëren tussen jullie twee om echt gewoon puur oprechte, onvoorwaardelijke liefde te creëren. En dat zit zo. Ik heb al veel gepraat over de wet van aantrekkingskracht. En de wet van aantrekkingskracht is ook heel toepasbaar om liefde aan te trekken.
anders dan wat ik hiervoor zei met dat uitstralen en aantrekken. Van dus als je liefde wilt krijgen, moet je het uitstralen. Het is niet direct het beste plan om de persoon die je wilt aan te trekken ineens gewoon helemaal te gaan overspoelen met liefde. Zo werkt het niet exact. Dus eigenlijk, vanaf je eigenlijk leeft vanuit die stroom van liefde, vanuit die flow en vanuit liefde geven, gaan we beginnen met eigenlijk actief manifesteren en het actief beginnen aantrekken van die soulmate die jij wilt. En hoe gaan we dat doen? Je neemt een blad papier en je schrijft alles op dat je wilt aantrekken in een persoon. Je beschrijft hoe die eruit ziet, je beschrijft hoe die moet zijn van binnen, wat voor kwaliteiten die heeft, hoe dat die persoonlijkheid is. Is het iemand die grappig is? Is het iemand die zorgend is? Is het iemand die gewoon echt een zot is? Gewoon alle kwaliteiten die jij in iemand zoekt, waarvan dat jij voelt, dat gaat bij mij matchen om elkaar eigenlijk beter te maken en om elkaar gewoon te doen groeien en een liefde te ontwikkelen die gebaseerd is op wederzijds respect. En ja, elkaar doen groeien eigenlijk. Schrijf al die kwaliteiten op. Dus beschrijf eigenlijk letterlijk je droompartner. Wat jij zoekt in iemand en hoe iemand moet zijn. En vanaf je dat hebt gedaan, moet je jezelf de vraag stellen. Wat voor iemand moet ik zijn voor die persoon? Dus vanaf je dat eigenlijk hebt opgeschreven, moet je zo hard vertrouwen dat die persoon er is. En eigenlijk gewoon letterlijk aan het universum gaan vragen. Universum, ik wil alsjeblieft deze persoon aantrekken in mijn leven. Ik heb nu echt een idee van wat voor een relatie ik wil, wat voor iemand ik nodig heb. En ik vertrouw erop dat u dat mij gaat geven. En op die manier vraagt je het aan het universum. Ik heb een video gemaakt over hoe we actief kunnen manifesteren. Dus ga daar naar kijken en pas die tips die ik daar geef ook toe op het aantrekken van die soulmate die je dan net beschreven hebt. En vanaf je dat hebt gedaan, stelt jezelf de vraag. Wat voor iemand moet ik zijn voor die persoon? Want vanaf je dat eigenlijk hebt gemanifesteerd, moet je eigenlijk nadenken dat je die persoon al hebt. Allee, hebben is geen goede woord, want een relatie is natuurlijk nooit een eigendom. Maar vanaf je bezig bent met manifesteren van die persoon, ga het universum in die persoon brengen. En dat kan ik je 100% zeker beloven. En vandaar is het zo belangrijk om ook na te denken over wat jij aan die persoon wilt. Wat jij voor die andere persoon wilt betekenen. Want een relatie is niet gewoon wat wil ik, maar is wat kan ik een andere persoon geven. En dus dan schrijf je dat ook allemaal op. Wat voor iemand moet ik zijn voor die persoon ook gelukkig te maken? En de laatste stap hierin dan, in het aantrekken van een partner, is dat je eigenlijk die persoon onbewust aan liefde gaat toesturen. Dus wat ik zei van liefde geven en liefde nemen, is dat hoe meer liefde je uitstuurt, hoe meer liefde je ontvangt. Dus wat je gaat doen, is je gaat eigenlijk in je hoofd, in je hart, al naar die naar die persoon die ergens op de wereld rondloopt, waarvan je weet dat die voor u bestemd is, gaat je al liefde sturen. Als je s'avonds gaat slapen, denk gewoon van, ik hoop echt dat die persoon die bij mij gaat zijn, dat die een fantastische nachtrust heeft, dat die een fantastische dag heeft, maar ik stuur je liefde en licht toe. Ook al heb ik je nog niet ontmoet, ik weet dat je ergens bent en ik stuur je die liefde. En als je daar zo hard op vertrouwt, dat is zo'n fantastisch gevoel, want je hebt echt dat gevoel van, ik weet dat die persoon hier ergens rondloopt. Ik weet dat het universum mij die persoon brengt op het moment dat ik het nodig heb en dat ik er eigenlijk klaar voor ben. En je gaat die liefde al voelen. En dat is het belangrijkste voor liefde aan te trekken. Dat je liefde voelt. Dat je liefde in jezelf voelt en uitstuurt. En zo gaat dat ook gewoon terugkomen. Dus dat is eigenlijk de tweede stap voor een romantische partner aan te trekken. En dan het derde en dat is het laatste en dat is eigenlijk zo'n soort eindnoot waarop ik deze video wil eindigen. Maar het is super, super belangrijk en jullie weten het waarschijnlijk allemaal al, maar ik ga het toch nog eens herhalen en dat is zelfliefde. Zelfliefde is het allerbelangrijkste punt in liefde kunnen ontvangen van anderen. Want als wij onszelf niet lief hebben, kunnen wij ook nooit deftig van iemand anders houden. Dan gaat dat altijd een soort voorwaardelijke liefde zijn. En waarom is dat? Als wij niet van onszelf houden, als wij geen zelfliefde ervaren, dan gaan wij erop rekenen van andere mensen om ons liefde te geven, als een soort van afhankelijkheid. Dus als jij niet elke ochtend kunt opstaan en kunt zeggen, ik zie mij graag en ik heb eigenlijk van niemand anders nog liefde nodig, dan gaat je de hele tijd op zoek gaan naar liefde van andere mensen om te krijgen, een soort afhankelijkheid, iets dat je nodig hebt. En dat is nooit een goede manier om liefde aan te trekken. Het is nooit een goede manier om in een relatie te stappen of in vriendschap, want je gaat afhankelijk zijn. En dat is helemaal niet gezond. Dat is een soort, dan gaat je eigenlijk mensen als voorwaardelijk lief hebben. Want je gaat zeggen, ik ga alleen maar iets uit u halen als jij mij liefde geeft. En niet onvoorwaardelijk iemand lief hebben. En daar gaat je eigenlijk alleen maar ongelukkig van worden. Dus zelfliefde is de allerbelangrijkste troef van hoe dat je echt
gelukkig kunt zijn en hoe dat je liefde zelf kunt aantrekken. Want dat is nog een deel van heel de wet van aantrekkingskracht. Als je echt iets nodig hebt en je wilt het zo graag dat je niet zonder kunt, dan leeft hij in een heel lage vibratie en dan gaat het universum je dat niet geven. En daarom is zelfliefde zo belangrijk. Als jij leeft in zelfliefde, leef je constant in die vibratie van liefde, constant in die hoge vibratie dat het universum kan matchen door je meer liefde te geven. En daarom is zelfliefde zo belangrijk. En ik denk, nu ik erover nadenk en nu dat ik hierover aan het praten ben, dat ik eigenlijk een specifieke video nog ga maken over zelfliefde en hoe dat we eigenlijk daaraan kunnen werken en meer zelfliefde kunnen ervaren. Dus